voordat ik mijn kerstcadeau ga installeren. Hoi en welkom bij weer een nieuwe vlog. Vandaag is bij mij 27 december, de dag na kerst. Ik wilde eigenlijk ook tijdens kerst wat vloggen, maar daar is het eigenlijk niet meer van gekomen. En ik heb gewoon even die dagen gebruikt om te genieten en gewoon even aan niks te denken. Maar het leek me wel leuk voordat ik mijn kerstcadeau ga installeren, want ik ben op dit moment aan het werk. Maar ik mis wat muziek. Ik luister nu altijd op mijn telefoon, maar dat is gewoon echt absoluut niet handig. Dus heb ik voor kerst een DAB Plus radio gekregen. Niet al te fancy hoor, maar gewoon deze. Ik ben benieuwd naar het geluid. Op zich al Coolblue, volgens mij goede reviews. Maar daar gaan we allemaal achter komen. Ik ga hem in ieder geval uitpakken en installeren, zodat ik lekker met muziek kan werken. Ik denk dat ik de top 2000 op ga zetten. Ik vind het echt super jammer dat de kerstmuziek nu voorbij is. Maar goed, dan gaan we nog maar naar de top 2000. Dan heb ik tenminste een afwisseling in muziek. Dus ik ga hem uitpakken en installeren. So hold me tight through the night. It's just us two. Inmiddels ben ik wel bijna klaar met werken, maar ik ging Tequila alvast binnenzetten, want ze was helemaal uitgekeken op de rijbak. Dus dan kan ze best gewoon binnen. Ik moet even een half uurtje doorwerken en dan ben ik weer klaar. Dus dan kan ik wel lekker mijn avondroutine ingaan. Ik heb sowieso deze week maar 3,5 dag werken, want ik heb donderdag en vrijdag vrij gevraagd. Met name om te leren, want ik heb 6 januari examen. Dus ik moet even een inhaalslag. En verder heb ik niet superveel op de planning staan voor vanavond. Ik moet even kijken waar ik zin en tijd voor heb. Want ik heb het altijd na kerst, moet ik altijd een beetje bijkomen. Het zijn toch best wel leuke dagen, maar ook hele drukke dagen. Dus dan merk ik dat ik niet echt weekend heb gehad. Dus ik heb vandaag een soort van semi-weekend in de avond. Doe ik het even lekker rustig aan. Kerstin heeft trouwens wel vakantie, want hij is docent en de scholen die hebben natuurlijk vakantie. Dus hij kan lekker chillen. Ik moet helaas werken. Iets minder, maar goed. Nog even doorzetten en dan heb ik ook een lang weekend. Ondanks dat ik moet leren, is het toch wel chill. Maar goed, ik ga naar binnen nog snel even een half uurtje werken en ik spreek jullie later weer. Gertjan die had lekker gekookt en ook opgeruimd daarna. Echt een luxe, want ik moest nog iets aanpassen aan de vlogmas die vandaag online is gekomen, de laatste. Er was iets niet goed gegaan met het renderen, want ja, hij wilde niet uploaden, want ik had hem wel klaar, maar nog niet geüpload. Maar dat ging dus een beetje mis. Dus die is een half uur later online gekomen, maar maakt verder ook niet uit. Wat ik gisteren ook niet meer gedaan heb, want het natuurlijk tweede kerstdag is mijn planner ingevuld voor deze week. Is dat de laatste week van december gaat echt super snel. Dus die ga ik even invullen. Oh ja, nog een kleine review van de radio. Hij werkt echt perfect eigenlijk. Het enige rare is, ik wil dus nu de top 2000 luisteren op radio 2. Maar die vindt hij niet op DHB+. Ik vind de kanalen wel, maar hij zegt dat hij dan geen ontvangst heeft ofzo. Terwijl dat wel gewoon zou moeten. FM pakt hij dan weer wel. Heel raar, alle NPO-zenders die pakt hij niet zeg maar op DHB. Geen idee waar dat ligt. Misschien dat we dikke muren hebben of zo. Maar ik kijk nog even aan. Ik denk de handleiding misschien ook iets beter lezen nog. Maar ik vind het wel super fijn dat ik niet met mijn telefoon hoef te gebruiken. Maar dat ik gewoon een radio heb. Het tweede wat ik trouwens voor kerst heb gekregen, dat is een Yahtzee-spel. Want die van ons, die hadden we wel. Maar die had een beker zonder vilt. En oh,
dat geluid en de dobbelstenen die gingen altijd alle kanten op. Dus nu hebben we een bord en een bekertje met filter in. Ik zal hem straks nog even aan jullie laten zien, mocht jullie dit interessant vinden. Dus ja, de radio eraf. Ik vind hem ook echt super mooi. Pas ook mooi bij de kerstboom. Maar ik ga dus nu de planner erbij pakken en plannen, want daar kwam ik eigenlijk voor. Maar mij valt dan altijd dit soort dingen in die ik nog tegen jullie wil vertellen. Dus sorry als het een beetje van hot naar haar gaat vandaag. Ik ben ook een beetje gehaast voor mijn gevoel, terwijl het nergens op slaat. Maar ik weet niet wat ik vandaag heb. Misschien nog een beetje hype van alle kerstdagen die geweest zijn. Ik ga de planner er snel bij pakken. Zoals ik net zei, dit is nog de kerstweek geweest. En dit is de laatste week van december. Het stickertje erbij pakken. Dit is trouwens de Masha planner, mocht je het nog niet weten. Daarin maak ik mijn planning. En we hebben nog één sticker van december over. Zo. Zo. En het is week 52. Ik plak er ook meestal met stickers in. Even kijken. Het gaat wel lekker vandaag. Die gaat niet helemaal recht, maar ik vind het wel prima. Het is altijd issues met die kleine stickertjes. En ik schrijf daar gewoon met een zwarte pen de datum. De data, datums. Kijk, vandaag is het de 27ste. 28. 29. 30. 31 en dit is 1 januari. 2 januari. Ik plak hier niet echt januari op, want dat snap ik op zich wel. En dan to do. Want die dingen zijn er echt altijd. Hebben jullie dat ook? Dat je altijd helemaal perfect begint in een agenda of planner. Maar dat je na verloop van tijd toch slordiger wordt. Ik heb dat altijd. Maar goed, het doet in ieder geval waar het voor gemaakt is, zullen we maar zeggen. We hebben ook van die holiday stickertjes. En die gebruik ik dan in de plan. In het planvakje, zeg maar. Eigenlijk een vrij lege week, want ik zou niet weten wat ik er nu nog bij moet zetten. Maar dat is natuurlijk ook heel handig, omdat ik 6 januari examen heb voor een opleiding vanuit mijn werk. Dus ja, dit is hoe het er nu uitziet. Het eten heb ik nog niet gevuld, want ik moet even kijken wat we nog in de koelkast hebben en ik ga hier boodschappen doen. Dus ik moet nog een lijstje maken. Maar in ieder geval is wel dus alle to-do dingen zijn gevuld. YouTube is ook een stuk rustiger. Dan ik hier natuurlijk die marathon upload en dat scheelt me heel veel werk. Ik moet even kijken, ik denk dat ik het weekend nog een dag ga vloggen, maar dan moet ik even kijken welke. En dat is alweer volgende week, dus ja. Een heerlijk, iets rustigere week. Een beetje rustig het jaar uit. Dat kan ik wel gebruiken. Oh, mijn nagels moet ik ergens doen. Die wilde ik op donderdag doen. Dat moet ik natuurlijk wel even invullen. Want, ja. Dit is gewoon een beetje kerstig. Iemand vroeg volgens mij hoe mijn nagels zo mooi bleven zitten. Ze zijn niet zo sterk van zichzelf, maar dat komt echt door die biop die ik gebruik. Dus dan weten jullie dat. Soms scheurt er bij ook wel eens eentje af of zo. Of, ja, gaat de biop er eigenlijk af? Dat is vaak wat er gebeurt. Maar meestal blijven ze gewoon mooi zitten. Dit is volgens mij 2,5, 3 weken nu. Dus wordt tijd om het nieuw te doen. En nu heb ik echt alles opgeschreven. Zoals tijdens Vlogmas beloofd, zou Gertja nog de inhoud van zijn adventskalender weggeven. Dus ik heb net de
comment picker, dat is een site, dan kun je verschillende reacties, pakt hij dan op uit de video en haalt hij daar een winnaar uit. We hebben het onder twee video's gevraagd, ben ik achtergekomen. Dus diegene van de andere video heb ik als losse namen nog toegevoegd. Hier zie je jezelf bijstaan. Want het moet wel een zo eerlijk mogelijke giveaway worden natuurlijk. Want de prijs is wel echt subliem. Ja. Dus ja, aan jou de eer, Gertjan. Winnaar select is van die extra namen. Dus de winnaar is geworden... Sylvia van den Berg. Nou, er komt een luxe pakket. Snoepjes naar je toe. Ja, en een brievenbuspakketje, gaan we het stoppen. En een brievenbuspakketje. Dus, ik zal ook nog even een reactie plaatsen, maar stuur me even een e-mail of een berichtje op Instagram, zodat ik je adres kan opvragen op een veilige manier. Zodat Gertjan de snoepjes naar je toe kan sturen. Ja, ja, ja. Wil je er ook nog een handtekening bij, of zeg je van, nou, alleen de snoepjes is ook prima. Ja, er komt sowieso een kaartje bij, dat doe ik altijd. Een kaartje? Nou. Dus. Het kan niet op. Precies. Nou, ben je blij met deze actie? Ik vind het helemaal te gek. Ik hoop dat Sylvia of de wederhelft of de kids gewoon helemaal blij worden van de snoepjes. En dan ben ik ook blij, want dan word ik niet zo dik. Oh ja, ik zal jullie nog even laten zien welk Yahtzee-spel ik gekregen heb. Dat is deze. Dus daar zit echt zo'n vilt in, zeg maar, dat de dobbelstenen en niet van de tafel afvliegen en dat het niet zo hard klinkt. En hetzelfde geldt ook voor het bekertje waar ze dan in zitten. Dan zijn ze gewoon echt een stuk minder hard. Ja, een stuk fijner voor mijn oren. Ideaal. Het is niet super goede kwaliteit, ook niet slecht. Helemaal prima voor zo vaak ik Yahtzee doe. Wat zijn trouwens jullie favoriete bordspellen? Want ja, nu heb ik nog het examen waarvoor ik moet leren. Maar ja, dadelijk is het toch nog steeds winter. Dus mochten jullie tips hebben, laat ze zeker achter in de reacties. Want dat vind ik heel erg leuk om te lezen. Gertje doet niet heel graag bordspellen, maar ja, ik vind het wel leuk om te doen. Dus ik ga nu verder genieten van mijn M&M's en mijn thee. Want het is tenslotte nog tussen kerst en oud opnieuw, dus dan mag dat, vind ik. En dan verder nog lekker naar het dak te kijken. Dat is een beetje mijn avond. It's 2 a.m. and I can't fall asleep. I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold outside. And I kind of feel like calling. But it's too late now. Inmiddels is het al 11:15 en ik moet echt naar bed. Gertjan is al boven gaan lezen. Ik heb eigenlijk de hele tijd nog een beetje naar Darten gekeken. En ook een vlog van Bij Bonnie. Probeer ik een beetje bij te kijken, want ik lig volgens mij echt 7 dagen achter. En ook met Lifestyle Spot en andere YouTubers die ik volg. Door vlogmas aan het leren ben ik daar gewoon niet meer aan toegekomen. Dus dat was ook een beetje een ontspanmomentje. En voor de rest, ja, heb ik niet meer veel bijzonders gedaan vandaag. Maar goed, ik ga nu gewoon alle lichten uitmaken beneden. Want ik wil ook heel erg graag gaan slapen. Ik ga sowieso vrij laat naar bed. Maar dat komt omdat ik zelf ook niet heel veel slaap nodig heb. Als ik heel lang slaap, dan ben ik juist echt super moe. En ik slaap meestal tussen de 6 en 7 uur. En dat is voor mij helemaal prima. Daar ga ik het beste op. Dus ja. Dat. Billy en Jena die liggen hier. Cuties. Even mijn telefoon nog pakken. De kerstboom uitmaken. Want die blijft wel gewoon staan bij mij. Zo. En dan kunnen we naar bed. En verder wil ik jullie bedanken voor het kijken. Een hele fijne jaarwisseling vrijdag. En alvast een gelukkig nieuwjaar. En ik zie jullie weer in de vlog van volgende week woensdag. Doei!